vanuit de buitenkant en de binnenkant. Er is overal nieuw houtwerk in gekomen. Maar het is wel mooi houtwerk, want Amsterdam doen ze dan met van het lelijke plastic. Dat is ja, wel heel mooi. Maar dit is echt allemaal glas wat er gebruikt is. Ja. Boven de dakterrassen, die hebben ook een keurige afscheiding. Mensen inderdaad die stap maken naar dat doorverhuizen. Ja. Maar dat, ja, de ervaring. Maar ook nieuwelingen zou je ook moeten proberen op te nemen te kunnen op netwerk. En dat zijn echt dingen die we pas nu weten. Ik weet nog wel, in Amsterdam heb je zo'n nieuwbouwwijk en daar hebben ze speciaal een beetje iets. Hadden ze de riolering niet helemaal goed gemaakt. En de nieuwe bewoners die moesten wel met elkaar optrekken samen. Die hebben in één keer van het begin dat ze daar gingen wonen. Hebben ze een netwerk gemaakt. Dus, maar toen begrepen ze pas hoe belangrijk het was. Volgens waarvoor bent u nou in Den Bosch? Voor de campagne, maar ook om te zien hoe de gemeente hier Elterzelte, vooral deze wijk. Het is een heel belangrijk onderdeel van het PvdA-beleid geweest om probleemwijken weer prachtwijken te maken. En hier in Bosveld lukt dat volgens mij ook heel erg goed. Tenminste, als ik de bewoners hoor en ook de ondernemersvereniging, is het wel een heel succesvol project eigenlijk geweest. En wij bezoeken natuurlijk sowieso de steden veel, maar met de campagne natuurlijk wel wat extra. Oké, okay, maar onderschrijft u bijvoorbeeld beter wonen is ook meer veiligheid, bijvoorbeeld? Ja. En kijk, veiligheid is natuurlijk een veelkoppig monster. Je bent natuurlijk niet alleen met meer politie en meer camera's. Je bent er ook bij als mensen zich, als deze wijk weer echt van de mensen zelf is, dan hebben de criminelen hier niks te zoeken. Dus dat is een samenspel van dat je dus de wijk schoonhoudt en heel houdt en prettig maakt. Dat de huizen niet verloederen. Dat je bijvoorbeeld ook niet van dat soort enge parkeerplekken hebt. Het heeft ook heel veel te maken met hoe je eigenlijk de boel ruimtelijk inricht. Ja, en waarin, vind ik het mooie aan dit en waarin project. Onderscheidt de PvdA zich hierin met andere partijen? Nou, dat ze dus niet alleen maar op die keiharde veiligheid van harder aanpakken en meer blauw op straat. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar dat je veiligheid ook krijgt om die bewoners zeg maar, weer echt de wijk terug te geven. En ook de ondernemers. Komt u over een jaar weer terug? Ja, ik hoop zelfs in de zomer, want dan wil ik het weer zien.